Jeffrey, hoe is dat gegaan? Je werd gebeld of gemaild voor sterren springen en toen, hoe, is dat, hoe loopt zoiets? Uh, ja, ik heb even over na moeten denken: van oké, okay, vind ik uh, dit leuk om te doen? Maar ja, het leek me een enorme uitdaging. En uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd of ik die switch tussen turnen en het uh, springen kan maken. Maar uh, ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed, dus uh, ik heb er zin in. Vorig seizoen deed Jurie uh, van Gelder mee. Heb je hem al inmiddels gesproken? Heb je al tips gekregen? Ja, dat is eigenlijk het eerste wat ik deed. Dat ik, ik heb hem gevraagd van oké, okay, weet je wel, hoe vond jij het? En uh, ja, kon je het snel oppakken of vond je het echt lastig? Ja, het is wel eventjes wat anders, maar uh, ik vond het wel heel leuk om te doen. Hij zegt ja, moet je zeker doen. Dus eigenlijk ook een beetje op zijn uh, aanraden doe ik mee. En er zijn al een aantal namen bekendgemaakt. Uh, je hebt ze vandaag ook al eventjes in de ogen kunnen kijken. Wie is je, je grootste concurrent, denk je? ja lastig ik denk dat uh, zo'n Dave die uh, ja, is natuurlijk ook gewoon sportief dus die, die pakt het misschien ook wel heel snel op en uh, ja Koen verwijst natuurlijk uh, bloedsportief en die komt net van de Olympische spelen dus die is uh, in topvorm dus ik denk uh, hun twee wel ja wat voor sprong zie jij jezelf nou maken waar ga je naartoe werken ja ik wil toch wel wat laten zien juist omdat mensen wat verwachten wil ik dat ja dat wil ik ook gewoon waarmaken dus uh, Iets met een schroef erin of zo, dat, uh, dat lijkt me wel uh, gewoon wel iets spectaculairs zeg maar. We gaan een show van jou verwachten. Ja, ik. Uh, ja, dat mag je wel zeggen, ja. <laughs>